Wat is het? Ja, met de zaag op. Ja, van de hoeken. Best wel mooi. We doen dat al 20 jaar. Hoor. Ja, ja. U bent op Facebook. En dan deze blijft er aan en dan de meet ook in en dan ik het rond ook. Dat er over 2 jaar in. Die moet normaal 2 dagen trouwen, die batterie. Een powerbank, hè, man. Dit is wel nu. En dan moet ik een lamp van mij, hè. Ready boys? Ready. Roy, er mag wel een auto voeren. Oh,
Vas-y. Si t'es prêt dans une demi-heure, par contre. Vas-y. We zijn al een dikke tiental minuten verwijderd van het eerste vertrek van de meisjes U15. Dus om 16 uur gaan we vertrekken met de terug nummer 1 in dat van de steen Maximum. Die zal starten als eerste en dan om de minuut wordt er gestart. Dus de eerste renners kunnen zich stilaan al naar het vertrek begeven. Dus de meisjes van U15 mogen zich al stilaan gaan klaarmaken. Het vertrek zal gegeven worden hier in de straat, links voorbij de aankomst. Start een rondje van 4,780 meter. Een belastingconsulent consulent die dat geldt. Dus 10 deelnemers. De U14 staat met 6 deelnemers. En de U13 staat met 5 deelnemers. Dus er wordt gestart om de minuut. Hier in Bouwer, organisatie van Akko. De bedenken kan ook een beetje gaan van de start van is dat niemand minder dan Steve Brooks. En dit jaar hebben we dan een extra Peter bij, namelijk. Come on.
de wind rijden, niet over de aankomst rijden, niet over de aankomst, fiets omhoog houden, dan wat. Niet over de aankomst rijden, anders terugdraaien. Liever niet meer in de aankomstzone te komen, terugdraaien alsjeblieft, terug neder, niet meer de aankomst passeren alsjeblieft. La fille Camille de l'équipe de team Geotherm Carbonic Charvolet, ici le départ. Thank you.